Kijkers van Online Games, van hartelijk welkom terug bij een gloednieuwe nieuwe aflevering van Call of Duty Black Ops Cold War. Goed jongens, we gaan natuurlijk lekker verder waar we natuurlijk vorige week waren gebleven. We gaan kijken hoe lang dat we dit gaan doen, want aangezien dat natuurlijk na vandaag een break komt van de Call of Duty, dat we heel even er tussenuit gaan. Dus we moeten even gaan kijken wanneer dat het beste moment is om te stoppen. Dus dan moet ik even kijken. Na 10 minuten of zo, dan hebben we zo'n scan, hè. En daarna, ja, gaat het gewoon 20 minuten duren ongeveer tot alweer zoiets krijgen. Dus we moeten even gaan kijken wat het beste is. Ja, en anders, ja, om eens een keer een half uurtje te gaan, dat is niet zo'n heel ramp, hè. Goed. Dus ik ga het helemaal goed komen. Vet goed. Goed. We gaan hem kijken of we dit kunnen afmaken. We moeten eerst dit, want we zijn natuurlijk ontsnapt, maar we zijn natuurlijk gepakt, maar nog niet helemaal gepakt. Dit is de laser. Dus laten we eens even. Even kijken. Ik kan geen granaten gooien. Die zijn dus allemaal al. Ik ga iets meer naar achterhand. Dat is Adler. Ja, natuurlijk niet. Daar loopt dus Adler. Teruggooien. En die zit op een goede plek. Kijk, ze staan. Hij moet wel heel vaak gaan laden, zie ik. Oh, hoi. Oh, hij is dood. Hij is ook afgemaakt. Ik heb de capture alt. Holy shit. Meter. Staan blijven. We gaan even praten, vriend. Bell, on behalf of MI6. Thank you. Volkov is ours. Volkov is dit. Dus Kraus hebben we natuurlijk al omgelegd en dit is Volkov. Goed, kijk, nu gaan we dus door. En dan proberen we dit helemaal af te maken totdat er weer een scanner komt. En dan is het gewoon klaar. Benieuwd of we vandaag überhaupt Perseus gaan omleggen. We gaan naar Oekraïne. Mason and I will be standing by for an extract. Mark will handle comms. We have no idea how large and prepared their forces will be, so use discretion if you have to engage. It's time we took a peek behind the Iron Curtain. Okay. Dan gaan we deze natuurlijk nog doen om nu af te zetten dat even. Geen nut. En als hij echt te lang duurt, dan stoppen we ermee. 27 februari 1981. Dus totdat hij weer een scanner heeft, dan stoppen we ermee. Ja, dat weet ik onderhand wel. Get in, learn what you can, and get out. Shit, Clark.
Die Scott mag ons eigenlijk niet zien. Ik ben met Woods dus. Holy shit! En dit is dus... Was hier moet hij dus zijn. Right. Time to get our hands dirty. I'm seeing guards. I am choose your target. Ik maak gewoon een foto van die helikopter. Photo ops over. Daar zit er één. We kunnen natuurlijk toch niet zomaar naar binnen gaan rennen. Put your camera away. Waar moet ik een foto van maken? Van 30 meter afstand. Draw your weapon. Time to get dirty. Ik maak gewoon een paar foto's. Zul ik gewoon nu gaan schieten? Dat is niet gezien. Die is niet gezien, toch? Move up, you're covered. Press to A. Ik zie niemand. I got you covered. Dat kan ik niet. Hier zit die gast. Moet ik gaan? Oké, dit was wel. Link als ik hier. Press de camera. Foto gemaakt, oké. Hij laat me dus nu alleen. Oké, dus dit gaat even wat wel even duren. Wat? Laat me gewoon hier even stoppen. Shit. Die helikopter is weer. Ik moet hier ergens. Holy shit.
kan niet terug naar binnen. We staan allemaal hier. Laten we rennen aan zijn gek. Oh, dit is hem. Oh. Oh, hij komt eraan. Oh, geweldig. Blijf staan. Hij komt mij even redden hier. Ze zijn ons aan het zoeken nu. Oké, ik ben nu met Woods dus. Kan ik even een ander wapen? Ja, deze, maar dan moet ik hem even... Ik heb liever dit wapen, dan kan ik hem... Oké. Ik laat hem zijn gang gaan. Voordat je weet... Ja? Dat je dan een ander wapen hebben. AK-74, geef mij die wapen maar even. Wat is die nu daar? We gaan dit dus... Ik heb dit wapen even gepakt, dat vind ik toch wel iets fijner. Ik kan me voorstellen. Not a fucking word, Bill. Oh, kun je een spelletje spelen? Bell is this place. Dat is juist de camera. Shit. Hier weg. Ze zijn ons dus, we zijn maar met z'n tweeën hier, hè? Oh, ze zijn nu ook hier boven. Naartoe, oh hier helemaal, ja. Liggen. Nog maar één granaat. Ze moeten zich terugtrekken.
moet eigenlijk een ander wapen hebben. Ik ga even binnen kijken of ik... een iets ander wapen heb. AK-47. Ja, dit is een beter wapen. Daar zitten die gasten. Wil je even ophouden? Kan ik teruglopen om vervolgens even meer... Oh, dit is beneden. Oké, ik ben nu hier. Ze ontploffen nu hier de boel. Dit is Woods, oké, die is ook onder. Ik heb... Oh shit. Vlak bij mij. Waar is die andere gozer? Daar is Woods. Ik heb geen granaat, niks. Bukken! Of ik een afstandje kan pakken. Ja. Oh, je deur, vriend. Ik ga naar binnen. We zijn binnen. Er zit een halade hier. Hij is nu dan. Ik zie daar ook één. Die is ook dan. Nog iemand? Woods, die gaat er ook gewoon naar achteraan, die gek, hè? Oh, hoi! Dat is even schrikken, hè? Het is Woods. Airway to back. Ga daar maar even naartoe. Get to armor, ja heel graag. Ik heb maar 200 kogels hiervan. 2,5 meter. Ik heb dit ding maar op geblazen. Goed. Is denk ik iets beter, toch? Ja. Grenade. Shit.
Oh, je bent hard! Laat ik mijn sniper even pakken. Is hij neer? Het is Woods, oké. Okay. We gaan nu naar boven. Ik heb die sniper, die heb ik niet. En dit is een heel fijn wapentje dit. Ik wist gewoon dat je er stond, vriend. Dit is dus een computer, oké. Okay. We zijn ook alweer 20 minuten bezig, ja. Maar ik hoop bijna dat we bijna een scan hebben. Wat is met de... Ik heb alles geprobeerd. Enter paswoord. Look around. These reds ain't that smart. Maybe there's something on the desk. Nice. Printproject. Greenlight. Oh, die heeft wat uitgeprint. CIA nuke program, codename Operation Greenlight, run by Hudson. Stolen nuke is American. Hudson fucking knew. Uh oh. Shit. Waar gaan we nu naartoe? We moeten rennen, denk ik. Als ze ons vinden, zijn we de Sjaak. Holy shit! We moeten echt als een malle gaan. Ik weet de weg niet, vriend! Overal maar schieten! Hij zit al later, die gek hier. Hij zit in de weg. Er zit ook te laden. Ik zeg blijf liggen. Oké. Okay. Ik denk dat we nu langzaam weer verder vooruit kunnen gaan. Watch
and the worst. Just make sure Adler makes it ready to the extra. Oké, hoe is hij hier? Ik ga achter hem halen. Frax. Is dit een buitendeur? Ik heb hem in ieder geval afgemaakt. Waar is Woods? Ja, die zit te rennen als een gek. Waar zit hij? Ik zit tussen die vijanden in. Ja, ik weet niet waar die gas was. Want hij rende als een gek ergens naartoe. Wacht gewoon. Ah, kijk, hij wacht gewoon hier. Throwback. Ik heb hem teruggegooid. We blijven gewoon wachten. Ga ze vangen, vriend. Van die katkoffer. Holy shit. Hoe gaan we deze nou afmaken? Ik ga wel telkens dood. Flashlight. Ik ga er nog meer. Granaat ammo. Het zijn alleen die, dus die granaten zijn dat dus niet. Ik blijf gewoon hier hoor. What the fuck man? Kill hem. Ja, kill hem. Moet er in beweging blijven. Holy shit man, hij is zo hard hè. Hij is zo hard. Je moet van hem gewoon wegrennen, maar ja. Is hij afgemaakt? Nog niet.
Hey, kijk hier. Dit is hem. Hij krijgt ook flink klauw. Als hij zo daar blijft. Hebben we hem afgemaakt. 51 meter. Waar zit hij nou? Holy shit, hij zit aan een tankdivisie! Hoe kunnen we daar het beste komen? Dit is hem toch? Ik zoek een kaan. Ja, kom maar hier met dat ding. Zit hij nu? Daar was hij, ja? Maar ik wil toch mijn eigen wapen weer terug. Ik moet de tank op. Een half uur bezig, maakt niet uit. We gaan deze gewoon natuurlijk helemaal... We gaan rijden. Dwars door die poort heen. Oké, ik moet hem dus ook bereiden. Your AP was destroyed. Goed. Maar we krijgen hem wel. Ik moet hem af. Ah, kijk, die moet ik af gaan maken. Daar hebben we dus even de tijd voor. We moeten alles... Oké. Dus we moeten hem... Zodra ik hem zie, moet ik op hem blijven rijden. Hij is dood. Ik ga nu serieus terug naar binnen. Hij er gewoon dwars doorheen. Oeh, die gaat bijna dicht, of niet? Is hij dicht? Dan hebben we hem voltooid. En dan ga ik de video afsluiten. Achievement ontgaande. Red light, green light.
zit op de met een auto. Oeh. You knew the nukes from Greenlight. Didn't tell us. What else are you hiding? Is hij Greenlight? Maybe I can knock the truth out of you. You might want to rethink that, Woods. Everybody stand down. This little pissing match isn't gonna help us catch Perseus. Why didn't you tell us it was an American nuke? He needed us to clean up his mess. The bastard's been lying to us all along. It's not a lie. It's an omission of fact. That's what you do best, isn't it, Hudson? Manipulate people. Tell them your own version of the truth. There is no truth. Only who you choose to believe. Adler knows all about that. Don't you, Russ? Operation Greenlight. What is it? Tell us everything. Nu zijn dus Operatie Greenlight geopend. Eisenhower was convinced that the Reds moved on your blijkbaar wel. Respond quick enough. So he authorized Operation Greenlight, top secret program to place nuclear bombs in every major European city. The ultimate countermeasure to a Soviet invasion. 74 of the bombs were upgraded to high-yield neutron bombs, capable of terminating personnel without damaging infrastructure. Thousands dying in a flash. You're talking about fucking infrastructure. How's that for civilized? We kill the people but preserve the buildings. We're trying to preserve our way of life. How long have you known about the missing nuke? One of the Greenlight nukes went offline 8 weeks ago. We suspected it was Perseus but couldn't confirm it. So we saw the photos you brought back from East Berlin. So, there's an American-made nuke in the wild. And once Perseus detonates it, the United States becomes global enemy number one. Mm-hmm. We wouldn't have this problem if you'd done your job. Killed Perseus in Vietnam. In Vietnam is hij. Next time. Daar waren we dus natuurlijk al een keer. Maar blijkbaar hebben we dat daar niet goed gezocht. En moeten we daar dus wederom opnieuw terug naartoe. Okay. We need to know what Perseus is planning for that nuke. Bart, anything else in that printout Bell and Woods pulled from the base? Kijk weer wat te zien. There's mention of an excavation taking place in the Ural Mountains, Yamantau. Our insider within the KGB confirmed an active operation. Yamantau. I thought Hudson and we were in that place years ago. We did. Perseus wants to salvage the old mainframe. Dragovich and Steiner must have left some good shit behind. Steiner. Send me in Woods. You're too close to this, Mason. We can afford zero fuck-ups. Bullshit. You know there's no one better for the job. It's my call. I want Mason and Woods on this. Find that mainframe before Perseus does. Perseus. I'll contact our KGB insider, Belikov. He'll offer logistical support. Hell, Belikov may want to fly the chopper himself. Whatever Perseus wants at Yamantau, I want him. Yamantau. Okay. De vraag is, waar zitten wij überhaupt? Elke massa. Moet Yamantau. Allemaal leuk en aardig. Dat gaan wij natuurlijk de volgende keer doen. Over een aantal weken. Want we gaan er even tussenuit. Wanneer dat is, dat zal waarschijnlijk ergens, moet ik heel even gaan kijken. Aankomende week sowieso niet, de week erna ook niet, de week erna ook niet. Dus dat wordt tussen 12 en 16 december waarschijnlijk. En als het ook niet zo is, dan natuurlijk ergens rond 19, 20 december dan weer. En dan gaan we natuurlijk de laatste week rond de kerst. En dan gaan we natuurlijk uiteraard deze serie volledig natuurlijk uitspelen. Dat is sowieso 40 minuten. Ik voel dat lang genoeg om maar even tussenuit te zien, jongens. Wij zien elkaar natuurlijk half december. Zien we elkaar natuurlijk weer bij een nieuwe aflevering van de Call of Duty Black Ops Cold War. Goed, kijk. Bedankt voor het kijken. Bedankt voor het liken. En tot volgende maand in december, hè, jongens. Mazzel!